Hey. Oké, man. Kom, laat je wat zien. Oké. Kijk, daar. 500. Bekijk dat maar eens. Hey, Boban. Ik heb hier een belangrijke meeting lopen. Oké, mazzel. Kijk, dat is nou een vette installatie. Of niet dan? En is toch niks nieuws dat het niet goed met moeder gaat? Ik heb hem wat beters te doen om jou naar haar toe te brengen. Of wil je soms zeggen dat ik meekomen moet? Oké, man, 500, omdat jij het bent. En vanwege de installatie krijg je er nog een tapijt bij. Dus als ik het goed begrijp, moet ik je zo snel mogelijk komen ophalen. Oké. Afgesproken. Oké, ik geef je vanwege de kapotte installatie 400 voor deze bak. De pijn mag je houden. Kom je nog mee of niet? Laat maar raden. Het is nog erger dan toen vader gestorven is. Weet je zeker dat we moeder niet naar het ziekenhuis moeten brengen? Ja, ik begrijp het al. Ik ben niet dom. Mijn god, nog altijd dezelfde fucking kleren zo. Draag jij moeder, dan pak ik de rolstoel. Hey, Boban, het is weer kikkertijd. De autobanden die beestjes overrijden, dat is smakeloos. En die gasten met verlaagde auto's aankomen scheuren. En door de onderdruk exploderen die. En dat spettert en dat
kleeft aan alle kanten. Dat is werkelijk verschrikkelijk. Maar als je ervoor zorgt, als je ervoor zorgt dat je met een normale snelheid 50, dan ontstaat er een bovendruk. En dan imploderen die gasjes. En dan is dat een delicatesse. Dat is zo ontzettend lekker. Heerlijk. Heerlijk. Echt, echt lekker. Wat voor dikke nou weg die dikke papzooi hier. Is dit de godsnaam met die schapen? Godverdomme, als ik een tank had gehad, dan was het overheen gekneurd. Hij heeft er kebab van gemaakt. De dat heb je goed gedaan, jongen. Kom, het wordt tijd om te gaan, voordat er weer een ander circus erbij komt. Boban. Now, it's gypsy time. Mm-hmm.
Thank you.